Hey Conjo, Sportsbier 2018. Vis met kutbeet, eens kijken waar die zit. Dat is echt diep erin. Helemaal weg. Zo'n visje. Slijt je weer voor je bakkers. Ja, wat erbij. Dat is echt wel hele mooi hoor. Ja. Zoals gezegd, ik laat even de FG-knoop zien. Daarmee bevestigen we eigenlijk de fluorocarbon aan de hoofdlijn. In dit geval gebruik ik in 70/100. Heeft net even wat meer slijtvastheid. Dat wil je gewoon als je met die cutbaits vist, dat je ze niet verliest. 50/100 is ook ruim voldoende. Ja goed, ik speel het even op 7.
Omdat we vandaag met de grote variant gaan vissen. Dit is de 460 gram cutbait herring. Vanmiddag hebben we met de 270 gram gevist, ook super goed mee gevangen. Daarmee gebruik ik gewoon de 5200, dus ook gewoon ruim voldoende. Zoals gezegd, de stingetjes op de cutbaits zijn gemaakt van volgens mij 9100ste, maar mooi fleurcarbon. Gewoon een goede drecht erop en dat werkt gewoon perfect. Goed, zoals gezegd, we gaan nu de FG-knoop maken. Je doet hem tussen je tanden, brengt hem licht op spanning. De hengel staat gewoon in de steun. De fleurcarbon doe je eerst bovenlangs en als eerst van je af. Dan wikkel je hem naar je toe en van je af. En dat doe je minimaal 20 keer, het liefst 30 keer. Dus je draait. Oh. Dat ging niet helemaal goed. Leuke bezigheid. Heel leuk. Trek je hem even goed aan. Vervolgens laat je hem los. Draai je gewoon eigenlijk je gevlochten lijn nog een keer om de fleurcarbon om hem op te sluiten. We zullen ook een link naar een video toevoegen zodat je er gewoon rustig naar kunt kijken. Daarmee sluit je hem op. Feit is nu de knoop in essentie al gereed. Het is een soort van vlecht. Nou, dan trek je hem even goed aan, even met de speeksel bevochtigen. Nou, je ziet al, het is super sterk. Dan knip je de fleurcarbon netjes af, gewoon zo dicht mogelijk bij de knoop. Wij gebruiken een knippertje, super scherp. Hoppakee. En vervolgens doe je nog een paar gewoon simpele oude wijven knopen erboven. Waarmee je gewoon eigenlijk het stompje van de fleurcarbon netjes wegwerkt. Nou, dan knip je je gevlochten lijn weer af. En klaar is het geel. Maar zoals gezegd, het is een prachtige verbinding. Qua lengte. Zie. Mooi. Qua lengte doen we ongeveer 1,5 meter. En dan gaan we de cutbait eruit maken. Nou, de cutbait is gewoon simpel met een bloedknoop eraan. Een vertrouwde knoop. 2, 3. Draai niet te vaak met deze dikke lijnen. Dikker dan dat doen. Nog een keer erbij. Goed aantrekken. Ja, goed, en dan knippen we hem af. En dat was het eigenlijk. Qua hengels. Zie. Dit is dan de Fishkix Objectal S1. Dat is een prachtige hengel tot 250 gram. Daar kun je eigenlijk alle loodkopjes perfect mee vissen. Goed contact. Je kunt de haak goed zetten. En voldoende reserve om een grote vis te drillen. Dat is echt perfect, ook met haar zware stroming. Dat was hem. We zien jullie op het water. Goed, we nemen afscheid van onze eigen boot. Vandaag mochten we met de boot van Roelof Nijland weg. De boot is uitgerust met mooie apparatuur. Daar gaan we ze dadelijk wat meer over vertellen en dat laten we ook zien. We gaan er even mee testen om te kijken of we de kabeljauw mooi kunnen vangen.
t-shirt staat al aan boord, spulletjes staan erop. Dus we zien jullie dadelijk aan boord. Nou, er reed maar in. Pro 7. De Lowlands HDS 12. En daar waar het eigenlijk om draait, de Raymarine Action. Nee, het is echt geen Siberian. Het is hier bloedje warm. Oh ja. Die muntgroene bolletjes, dat zijn ze. Je ziet ze daar. Dat is de kabeljauw, dus je moet de andere kleur eigenlijk negeren. Je ziet ook hier ons stekkie. En daar zie je het bevestigd. Het mooie natuurlijk van dit apparaat is dat je kunt zien of het links of rechts van de boot liggen. Moet ik wel zeggen rechts of links, hè, Slim Kees. Maar dat is eigenlijk wel ideaal om de vis terug te kunnen vinden. Goed, je hebt natuurlijk ook je apparatuur, maar de vis verplaatst zich elke keer. Dus dan is het hartstikke mooi. Hier hebben we Ludema, die zit lekker te vissen. Heb je wel gevangen, jongen? Oh, ja, zeker. Ja? Kleine hengeltjes voor dit werk. Zeker als het harder stroomt. We hebben onze vriend Jan Kosters. Die werd bijna overvaren door onze Maersk. Hey Conjo, dat is onze stek, wegwezen jij! Wanneer Jan? Goed, we gaan ze weer zoeken en we gaan ze weer vangen, of niet Ries? Ja, draai jij maar van? Opvaren. Oké, het gaat los. Ook niet heel groot, 60 al. Stukje in de bak. Hij zit er goed in. Ja, bruin vissen. Mooi hè, kromme hengel. Misschien vreten ze je vis wel op. Kijk daar, allemaal bruin vissen. Ja. Ja, ik denk dat het net te ver weg is. Nieuw stekje, nieuwe kansen, hè? Nou, meteen bingo. Mooi visje. Ja, heel mooi. Eerste drift, we hadden twee vis. Eerste drift, twee vissen. Die van mij die schoot er onder het oppervlak af. Echt een meter onder het oppervlak. Maar goed. Er gaat nog wel wat komen hier. Thank you.
kabel. Double hang. Lekker gek. 250 gram hengeltjes, hè, maar moet je zien hoe mooi ze blijven. Jongens, we moeten het een beetje geheim doen, want de beroepsvisser zit ons in de gaten ook. Niet dat we zo weer net over de stek hebben. Maar, mooie vissen. Ja. Kijk eens, hoe die zit. Wat rechts keer. Beide haken. Oh. Dat is echt een mooie vis, vriend. Oh. Op de pollak. Oh. Goldfish. Kutbait goldfish. Wat een mooie big, hé. Hey, leven ook al met beug. En die essentie van die drek. Maar de mooie. Mooi vis. Yeah, don't believe. Daar gaat ie. Ja, shit. Huh.
Ciao, hè. Vis. Kijk eens. Pasta koken. Ja. Zo, eten is klaar. We gaan even eten. Er ligt nog een beetje vis. Ja, ik heb echt trek, dus de tijd. Okay, eerst eten. Maga. Maga, goed. Maar dan ben je wel honger, hè? Dat ik slang op. Haken, maar het is wel een dikke. Het is wel een hele dikke. 90, hè? Hey? Ja, denk ik ook. Waar is die? Ja, dan weet ik dus pijn. Dus, Oh, hier is het perfect. Ja, die drecht zal ik ja, nee, kijk, daar begin ik al. Ja. Dat is een meter misschien wel, hoor. Zo, die loopt bijna. Ja, dat is echt een super mooie, man. Even kijken. Oké. Okay. Ja. 99. 99. Prachtig, hoor. Poef, tjoe. Dat is een raket. Top, 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 top. Goed, man. Dikke maar, jongen. We'll be right back.
nodig hebt. Het is lang, maar hij is heel dun en staat. Ja. Heel mooi teken. Dat doe jij niet. Dus schiet los. Dat is een dikke vriend. Het is altijd s'avonds, hè, die dikke. Dat is echt een vis hoor, ik ga hem even mee. Ja, twee vissen. Prachtig. Gewoon super. Super avondje, echt waar. Echt super. Dan gaan ze weer, hoppa. Dit wordt een dubbele hengel. Kijk eens, dit komt er nog aan. Ja. Ben je al te boren weer, Fizo? Oh, de knetters. Die ging er even goed vandoor, zeg. Dat is een kleintje, kijk maar. Dat is in de rug. Oh ja. Dit is een dikke pik. Dit is een champagnevis. Ja? Ja. Mooi. Mag ik even? De meter! Hey. Ja, dat. Net, ja. Kijk eens hoe die hangt! Net een drechtje, snel erin, snel erin, Ries! Ja? Die hangt alleen, kijk eens hoe die hangt! Eens kijken! Nou, dat is niet normaal! Kijk eens hoe die hangt! Ja, dat, ik heb het gezegd, mensen, jongen. Kijk eens! Dat drechtje, hè? Alleen daar hangt hij aan. Ja, dat is een dikke 10 kilo vis, vriend. Ja, dat is hij zeker. Ik zal even de drecht eruit halen. Yes, dat zien jullie wel heel. Kijk. Nou mensen, dat was maar 95, maar hij is super dik. Dat is echt prachtig mooi. Vis. Kort aan de 10 kilo. Ja, dat wel, ja. Goed. Wat een onder, hè? Dat is niet dik.
Dat is zo. Dat is wel. Ik had maar niet echt inschatten. Er zit meer te kopschudden dan te vechten nu. Ja, jij ook vis? Ja. En een mooie. Lachen, man. Ik ga deze even bevrijden. Nou. Nou, en bedankt. Joef. Kijk wat hij terecht doet, hè. Zo belangrijk. Prachtig. Op de herring weer, hè. De herring. Nou, laat hem maar weer zwemmen. Dat is een leuk vis. Tjoen. Weer een double hook-up. Ja, zo te zien, twee kleintjes, hoor niet. Oh. Mooie. Dit is zeker een 70 plus. Misselijk. Dat is echt een dikke vis. Maar kijk eens. Weer op de dreg, hè. Weer op dregje alleen, hè. Ja. Kijk. Deze zit er vol in. Helemaal geslikt. Kijk wat het is, hè. Ja, dat is gewoon prachtig. Nee. Kom, de laatste zwemmen 89 en eentje achter in de 70. Oké. Is niet goed! Ja, nou ja, goed, alles is goed afgelopen. Even Jan Koster op sleeptouw. Stuurkabel kapot. Kan gebeuren. Ideale omstandigheden, hè? Heerlijk, echt wel. Ja, ideaal niet, want het is net te warm. Het is te warm. Wacht even. Kijk, daar hebben we dit op. Even afkoelen. Even afkoelen. Oh. Doe even de slip ook afkoelen, want die gaat zo hard door. Oh, lekker man. Vol in de bakjes, hè? Kijk, hier, weer, hè.
Het is hoe laat? 8:10. Je gaat helemaal kapot. Zo warm. De motor kan ik wel even aan, die herrie. Komt hij al? Ik hoorde hem losschieten. Oh ja, ik zie hem. Hij is die kalla. Dat is een dikke 90er. Als die niet kort aan de meter komt. Zo, wat mooi. Mag die onder water doen, hè? Mag ik dit nog goed vasthouden? Ja. Kijk, die had het recht alleen, hè? Ja. Dik 98. Ja, dat is geen meter, denk ik. Oh, omhoog. Ik denk dat hij kort aan de meter is. Alleen dit recht, hè? Ja. Alleen daar weer op. Dan kun je zien hoe het essentieel dat is. Oh, oh, oh. Dat is wel niet mijn bedoeling. Wat een prachtvis. Ik ga meteen een foto maken. 97. Dan heb je alles al. 96, 97, 98 en 99. Die heb jij ook al voor de wind. Nu doet hij het. Kijk, kutbeet. Oh. Nou, visje nummer 2. Dubbelhoek aan. We zitten vol. Weet je, hè? Fru Niels vervangt niks. Weinig. Hier, dat is wel een paar bij elkaar. Lekker fileren, hè? Goed fileren. Hey. Ik bekommer me even om de vis. Ik denk dat het een meter kan zijn. Meter? Ja, of 90. Kijk, kijk, kijk. Oh, dat is echt een dikke. Mokus, wat een dikke. Dat is zeker. Trouwens, die is ik denk wel een meter nu. Ja, dat denk ik ook. Oeh, is het vast. Ik denk dat hij wel een meter haalt. Hij is sowieso fucking dik, vind ik. Jeker. Ik kan wel eens een meter worden. Ik denk net niet. Maar... Ja, goed is om niet. Hele mooie. 94, maar hij is wel toch heel maar 94, dik. Maar dik. Een paar uitschieters. Ik weet
weet zeker dat die 60 is. Oh, jammer, eerst naar voren. Oh, zo te zien een meter, maar in de poep gehakt. Meter in de poep. Bedankt voor de mentale ondersteuning. Ja, dat is echt zo sterk, daar kon ik niet aan. Gaan we opmeten? Ja. Jan's chatje. Jan, bedankt daarvoor. Ja, 1 meter 3. Hoe staat dit op hoor? 1 meter 3. Gaat hier, ja. 1 meter 3, even de traditie. Jawel. Altijd bij de meter. 1 meter 3, knop over in de kop. Ja. Voor de kop, voor de kop. Hé. Ja, schieten voor de bakkes. Knap. Wow, ja, komt ie. Super. Komt ie. Jawel. Oh. Ik moet ook even naar hun, hè. Ja, we gaan zeker. Nou ja, ik heb nog 3 bergetjes. Ja hoor. Hey proost, hè. Merci, Mala. Yeah. Hey. Het is zo. Skol, hè? Was er geen rust? 0% alcohol? Kijk maar. Dat is richtig een schöne. Okay, top. Ja, Petri. Ja, dat is een schöne. Goed gemaakt hier. 2 stuks. Aan die kant heen. En Flo aan deze. Ja, Beide. Schön. Oké, mooi vissen. Dank je. Hier, daar geht er weer. Oh. Ja, dat zijn schöne. Ach, gaat beide? Ja. Ja, beide. Ah, dat is ja waanzin. Vullen met verkort op de molen, dat is mooi. Kijk. Ja, dat wordt een mooi vis. Dat wordt een mooie, zeker weten. Die gaat terug, die grote. Ja. 97. Mooi geworden wat je even maakt. 97 centimeter. Dan gooi je meteen. Yes. Zeg maar. Ja, die is schön. Hé, wat is daar met passiert? Springkracht.
Ja, zo schön. Oké, exact 1 meter. Ja, daar gaat hij. Ja. Goed, sauber. Hey. Top. Ja, oh, ja, dat komt eraan. Kom. Ga daarop. Greep vangen. Dus volop. We douchen wel vaker samen. Lekker samen douchen. Serieus aan. Ja? Zeker. Duizend. Dat is een goeie. Ik zit al.
beter. Ja. Wel in pekkie hoor. Kom maar even hier. Laat zien goed. Ja, precies. Kom goed. Kom goed hè. Het resultaat. Mooi. Is niet juist goed. Dat foto maken. Goed, exact. Exact een meter. Mooi. Zwemmen. Zwemmen. Laatste dag. Even zien. Ja, het is zelf even moeilijk om weer te gaan. Ja, goed, we gaan even kijken of we nog een paar mooie vissen kunnen vangen op deze sessie. Ja. Dat is de haring. De stroom komt er nu net in, dus we verwachten nog een paar visjes. We gaan in ieder geval ons best doen. En dan gaan we straks de poel inpakken. Mooie vis, hè? Hoeveel was die? 97. Nou, goed zo. Hoppa. Perfect, joh. Spik. Wie aan raketen? SDM in the house. En wederom op deze goede hengel. Klein dikkietje. Mooie visje. Hoppa. Ja. Zijn we nog weer? Nou, je ziet hier een hoop aasvis op de bodem, waarschijnlijk haring of wat dan ook. En het is opvaren, elke drift is eigenlijk wel een paar beter, je zult het wel zien. De sheds die zijn al redelijk aan gort. Nou, een paar visjes eigenlijk. Richard had er dan net een van 97 tot op deze. Dus het gaat wel goed. Ik denk dat er zo nog een paar uitkomen, of niet?
Kijk. Foutje. Hij is weer terug op de bodem. Catch and release. Niet heel groot. Nee joh, maar dan kom je de slijm weer. Ja, zeker. Oh Jan, die gaat nog. Ja, klein hè? Ja. Oh, gek! Echt een mooie. Ja, dit is toch hier een mooie. Zo, de knetters. Dat is echt een prima vis. Ik zie er meer van, die bellen. Net. Toch vis? Ja, vis. Zo flink er dan. Dikke 90 hoor. Ja? Ja, ja. Ja. Ik dacht dat we er een 90. Dat is een dikke 90 hoor, vriend. Nou, dan kan er wel eens kort aan de 90 worden. Even, ik heb nu filmpje pas. Goed, wat was die? 96. 96. Fuck it. Ja, daar gaat het. Mooi. Ja. Dat is ook weer mooi hoor. Mooi. Ja? Absoluut. Kijk eens hoe mooi die zwemt. Zo. Dat noem ik nou nog eens precies op tijd. Zo, zo'n beestje, zo'n poppenkast. Ah, klasse gedaan jongens. Klein. Oh. Oh. Oh.
En daar is 19 van jou? Ja. Dank je, dat was wel kleiner. Hey, mooi visje. Hoppa. Wordt nummer 20, jongens. Sportsfeer 2018. We hebben goed gevangen. Mooie vissen. Dikke dag. Ja, zeker. Yo mannen, het zit er voor ons op. Ja? Het is afgelopen. Ja hè, maar het was een goede sessie toch de laatste. Ja. Dat is mooi, zo is dat. Kijk. We kunnen natuurlijk ook geen afscheid nemen zonder onze prachtige kolenlijn, toch? Ja. Kunnen we jullie nog een glaasje aanbieden of niet? Glaasje mag ik altijd aan, dan doe ik het altijd. Oké, nou, tot zo. Ik denk de laatste dag. Yo mannen, proost hè! Ja, tot de volgende! Zo is dat! Skol! Yo! Yo! Hey, bedankt hè! Yo!